Op de conferentie over klimaatverandering in Parijs heeft de mensheid zichzelf als doel gesteld de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Om dit te verwezenlijken moet de CO2-uitstoot aanzienlijk worden verminderd, ook in het verkeer. Hernieuwbare energie en CO2-arme aandrijfsystemen worden vaak als oplossing voorgesteld. Maar over welke auto's hebben we het dan? Volgens mij zijn de elektrisch aangedreven auto's het milieuvriendelijkst. Waterstof hoort er ook bij. Ik denk dat de meest klimaatneutrale auto's dat elektrische auto's zijn en auto's op waterstof. Elektrische auto's? Zijn dat elektrische auto's, denk ik? Ja, elektrische wagens sowieso. Eén enkele mirakelformule om het verkeer te vergroenen bestaat niet. Er zal een diversiteit aan technologieën nodig zijn voor de verscheidenheid aan mobiliteitsbehoeften. Elektrische wagens komen eraan. Maar synthetische brandstoffen of e-fuels zijn een andere interessante mogelijkheid voor een CO2-arme mobiliteit, al zijn die weinig bekend. Ik heb nog nooit van synthetische brandstof gehoord. Nee. Nog nooit van gehoord. Ik heb er al eens van gehoord. Een synthetische, maar ik weet niet van welke grondstoffen dat gemaakt wordt. Ik denk wel dat ze beter zijn dan fossiele brandstoffen. Wereldwijd wordt onderzoek verricht naar nieuwe vloeibare brandstoffen, die ervoor moeten zorgen dat inderdaad zelfs verbrandingsmotoren CO2-neutraal werken. E-fuels zijn gebaseerd op een eenvoudig idee. Waterstof wordt in eerste instantie geëxtraheerd uit water met hernieuwbare elektriciteit. Door waterstof te combineren met koolstof uit de CO2 in de lucht, verkrijgt men een vloeibare synthetische brandstof. Die is klimaatneutraal en zal een plaats kunnen innemen in de energiemix van morgen. Dus deze hernieuwbare brandstof is dan uiteindelijk een klimaatneutrale brandstof, omdat je voor de aanmaak ervan capteer je de koolstof uit de lucht, die je dan bij het gebruik ervan terug gaat vrijgeven. Dus netto komt er geen koolstof bij in de atmosfeer en zijn we koolstof- of klimaatneutraal. En op die manier kan die een aantal uitdagingen van de toekomst een antwoord bieden. Dus zal zeker zijn plaats vinden in de toekomstige energiemix. E-fuels zijn heel belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Enerzijds omdat er een aantal toepassingen zijn die je niet kan elektrificeren. Ik denk aan scheepvaart, aan zwaar transport. Een bijkomend voordeel is dat e-fuels gebruik zullen maken van de bestaande infrastructuur en technologie. Ze kunnen worden gemengd met onze huidige brandstoffen in de bestaande motoren. Op die manier wordt de transitie ingezet naar een duurzaam energie- en transportsysteem. Ondertussen komt er ook een nieuwe generatie biobrandstoffen aan, bijvoorbeeld op basis van algen. Wat zou de rol van de overheid in dit verhaal kunnen zijn? De wetgever moet eigenlijk zich bezighouden met de impact, met ervoor te zorgen dat er een halt toegeroepen wordt aan de toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, maar zou het speelveld open moeten laten voor elke technologie die daar een antwoord aan kan bieden. En de verbrandingsmotor is daar zeker één van. De overheid heeft nu nauwelijks stimulansen naar e-fuels, brandstoffen die geen CO2 uitstoten, en deze zouden wel heel snel voor heel grote reducties kunnen zorgen. E-fuels en verbrandingsmotoren zorgen samen voor nul emissie. Verbrandingsmotoren hebben dus een mooie toekomst en zijn wel degelijk duurzaam. Verbrandingsmotoren verbieden is fout. Je moet als overheid geen technologie verbieden. Je moet normen opleggen qua emissies. En daar hebben die verbrandingsmotoren nog een mooie toekomst. Dus om naar een klimaatneutrale samenleving te evolueren, moeten we eigenlijk twee zaken doen. Eerst en vooral zorgen dat onze energiebehoefte verlaagt. Elke energie die we niet nodig hebben, moeten we ook niet gaan produceren. En dan de energie die we wel nog nodig hebben, moeten we natuurlijk klimaatneutraal gaan aanmaken. De vloeibare brandstoffen van morgen, zoals de diesel en benzine, zullen verschillend zijn van die van vandaag. De toekomstige koolstofarme vloeibare brandstoffen zullen qua gebruik identiek zijn aan die van vandaag, maar met een duidelijk verbeterd milieuprofiel, waar zowel de verbruiker als de maatschappij voordeel bij zullen hebben.